Ik ben afgekeurd met de camper. Kijk hier, wacht, mijn papieren, dikke miserie. Nee, het is niet waar. Ik ben het overdrijven, het is twee keer niks. Stel twee keer niks voor. Het is gewoon een domme fout van mijn kant. Toen dat we hem omgezet hebben van lichte vracht naar camper, dus de categorie gewijzigd dan met de constructeur samenwerken voor de stoelen, voor de zitplaatsen en zo. Toen hadden we ook al een keer afgekeurd geweest, maar dat was eigenlijk de fout van de constructeur, want die had ons laten weten dat alles in orde was. Als het toekwam bij de keuring, bleek de papieren nog niet compleet. Dan hebben we nog daar zelf moeten achteraan gaan. Ja, ik heb al genoeg afgegeven op die constructeur. De naam van het bedrijf, ik kan ze niet aanraden. Koolmees Min Kool Mobility Center in... Koolmees Mobility Center in Gent. Dus ik ben er echt niet tevreden van die mensen. Maar in elk geval, we zijn er dan zelf achteraan gegaan. We hebben dan juist papieren gehad en dan zijn we direct juist gekeurd geweest. Kijk, rood. Dat is niet goed, hè, rood. Dit keer is het, ik heb al een nieuwe afspraak gemaakt voor morgen. Dit keer stellen we twee keer niks voor ze. Het is echt gewoon een domme fout van mij. Ik ga het u snel laten zien. Ik ben al... Ja, ze zijn trouwens ook. Dat is mijn kapot dat ik open gedaan heb. Hè. Mijn motorkap. Ze zijn trouwens ook dat er beesten in zitten. Ik zeg, is het waar? Heb je ratten gezien? Of muizen gezien? Nee, zegt hij, maar... Het zit vol noten. Nu, ik wist dat wel, hè. Maar ik denk dat ze er nog niet uit zijn, want de noten blijven maar verzamelen. Maar ja, dat is hier altijd lekker warm. Nu, het probleem is, al zalig, hè. Kijk, hier kun je... Het probleem is dus dat een van mijn lichten defect is. Stom, hè. Daarvoor heb ik dus 48 euro betaald voor naar de keuring te gaan. Dat is al 48 euro tegenwoordig. Kijk, ik ben al naar de Action geweest achter een nieuwe lamp. Ik zal wel mijn lampen moeten opzetten om te kunnen zien, denk ik. Ik ben bij een gewone auto, krijg je dan alleen een gewone auto bij mijn auto toch? Krijg ik dan een melding op display, maar hier niet, hè? Wie weet hoe lang dat ik er al niet mee rondrijd. Ik krijg daar dus niks van melding van. Dus hier een dien werkt. Ja, een dien werkt niet. Wacht, is het een dien? Of is het een ander? Dit is een dien. Ja, een dien. Maar dat is het gemak aan zo'n dikke kabinetten. Man, die zijn om te beginnen goedkoop en onderhoud enzovoort. Dat is niet normaal. En je moet ook bijna niet op onderhoud. Ik denk dat ik maar om de 45.000 of zo op onderhoud moet. Maar die zijn echt super betaald. Dat denk ik hier toe. Ah, dat is mijn... Natuurlijk, mijn... Mijn blazer staat ook op, hè. Maar ik wil dat lampje gewoon vervangen, natuurlijk. Nu, in elk geval, ik heb gelukkig snel een nieuwe afspraak kunnen boeken. Waarom is dat hier nou aan het duwen? Dus volgens mij is dat heel die lampunit en moet ik daar... Ik hoop nu wel, maar zie hoe makkelijk, hoe bereikbaar allemaal. Wat is een ding, hè? Ja. Het is wel niet... hefterproof blijkbaar. Hier een ding bekend. Ja. Ik ga off camera mijn lampje vervangen. Ik hoef dat nu niet direct te filmen. Maar ik ga nu dus waarschijnlijk wel nog een keer 48 euro moeten betalen om een nieuw keuringsbewijs te krijgen met correct werkende lampen. Stomme. Ik weet eigenlijk niet of die beesten daar nog zitten, maar ik ben het aan het losmaken. Ik heb even de motorkap afgedekt. Dat heb ik gezien. Dan kan ik op zijn minst. Ik hoop dat er nu niks over mij kruipt. Maar denk ik niet, die beesten gaan er toch. Ja, het zijn echt gewoon noten. Hè. Ah, dat is een nestje zeker. Hè. Misschien moet ik het nestje ook wel even verwijderen. Nootjes. Nootjes en nestjes. Ik ga de nootjes eruit halen, dan kan ik zien of ze terugkomen.
staat eigenlijk niet veel voor. Hier hebben ze blijkbaar doorgeknaagd naar daar. En hier hadden ze een nestje gemaakt. Ik denk dat ze daar ook rustig bezig waren met knagen. Maar dat is het. We waren al lang weg. Ik denk wel, op de BMW hadden we van onder kabels die stuk waren. Dat was ook een dure grap. Dat kunnen doorgeknaagde kabels geweest zijn. Of dat kan roest geweest zijn, ja, wie weet. Ah, juist, dat was ik nog aan het zeggen. Ik hoop nu wel dat er geen verband is tussen die beesten en die niet. Ah ja, nee, kijk, voilà. Even snel een test gedaan. Hij werkt alweer, dus het is gewoon het lampje dat stuk was. Oef. Ik zat vooral mee dat die beesten aan de bedrading gezeten hadden. Gelukkig niet. Dus snel een fix en morgen terug aan de keuring. En snel verdiend van de keuring natuurlijk.